kijkers hebben, dan kunnen we gewoon. Ja, Karsel Nikiri. Goeiedag meneer. We gaan vandaag praten over Nikiri, dus dan weet u gewoon wat u en ons allemaal te wachten staat. Vandaag gaat het even over de grondroofkwestie in Nikiri. En ik hoop dat mensen toch willen mee participeren. Mevrouw Saskia Sunaat, vaste volger, kijkt ook natuurlijk mee. Welkom in het programma. En Ilse Dibi Persaat. Goeiedag mevrouw. Het verhaal is namelijk zo, mensen. We gaan vandaag bespreken op welke wijze grondroof in Nikiri plaatsvindt. En wat is de werkelijkheid? Dat wil ik met jullie delen vandaag. Wat is de werkelijkheid? Hoe komt het tot stand, die grondroven? Wie werken allemaal mee? En wat is eigenlijk het resultaat? En dat gaan we vandaag met jullie bespreken. Ik heb tijdens het opwarmen van het programma, vanaf een uur of zes, heb ik aanvragen van mensen gekregen. Die hebben gezegd van, u moet hierover hebben. Dit is mijn kwestie waarin ik benadeeld ben. En wil je ook daarover hebben. Dus daar gaan we straks even over hebben. Het gaat er even om. Mensen. De grondroofkwestie in Suriname en met name in Nikiri. Wij komen uit Nikiri, dus dan kan ik over Nikiri praten. In Nikiri wordt je grond geroofd waar je bij zit, bij staat, bij ligt. Ik weet niet wat je allemaal doet. Je grond wordt ingepikt terwijl je daarop woont. Er zijn mensen vanuit Paramaribo of mensen uit Nikiri hebben een stichting opgezet. En waarmee ze gewoon jouw grond waar jij op woont. Goedenavond, Santa Bagwandin. Goeiedag. Het programma is voor jullie. Jullie moeten kijken natuurlijk. Anders heeft het geen zin om in de ruimte te praten. Als mensen meedoen, mee participeren, is het handig. En ik heb dit tijdstip gekozen, omdat ik vandaag geen optreden heb. Blijf ik lekker thuis, ik ga nergens. En dan verwacht ik dat heel veel mensen die ook thuis zijn en al een beetje vervelen. In Nederland is het nu, even kijken, weet ik veel. 11:45 en in Suriname dan is het 19:45. Dus, Ursula Jamai kijkt. Waar woont die mevrouw eigenlijk? Toch eens een keer informeren. Maar ja, goed. Amar Kumar. Ja, oké. Okay. We wachten even op nog wat kijkers die mee participeren. Meneer Bisnoer Amjad kijkt natuurlijk ook mee. En dan kunnen we een beetje losgaan met het programma. Mijn naam is Raj Parwat. Jullie kennen mij natuurlijk. Ik strijd voor Suriname en voor Surinamers en ook voor de diaspora. Heel veel mensen in de diaspora zijn hun gronden kwijtgeraakt. En dat komt alleen omdat de Surinamers een bepaalde techniek hebben ontwikkeld waarmee ze alle gronden kunnen inpikken. Daar gaan we zo meteen over hebben, anders moet ik het heel veel herhalen. En dan heeft het niet zo echt veel zin. Even kijken, mensen. Momentje. Zoals. Goedenavond, meneer. Oké, jammer. Oké, Perkaas Trading uit Nikiri volgt natuurlijk ons ook mee. Ook een grote jongen uit Nikiri. Perkaas Trading. Hij zorgt voor werkgelegenheid. Hij zorgt voor dat de materialen beschikbaar zijn. En Perkaas is gewoon aanwezig in Nikiri. We kunnen niet om hem heen. Dus, waar het verhaal eigenlijk om gaat, mensen, gaan we even beginnen. We gaan diep in het stof. Ik krijg heel veel aanvragen van mensen die mij vragen van kijk meneer, ons is dit overkomen, onze grond is ingepikt terwijl wij aanvragen hebben gedaan in het jaar 2014, 15, 18. Ik kreeg vandaag eentje van 18, waarbij blijkt dat in het jaar 2021 gewoon die grond op andermans naam is gegaan. Terwijl wij hebben een complete aanvraag met een LAD-strookje, alles en het blijkt dat een ander dat heeft. Hoe kan dat nou? Dan wil ik dat vandaag met jullie doornemen wat eigenlijk het verhaal is. Het verhaal is namelijk zo. In Nikiri heb je een ploeg. Die bestaat uit Shailesh Hanuman en zijn broer Sudhir Hanuman. En nog een hele bende meneer Hanuman. Wat doen deze jongens? Als jij met jouw aanvraag over willekeurige perceel. Je doet de aanvraag van kijk. Dus mijn perceel, hij is nog vrij. Ik wil aanvragen. Je meldt je eigen bij hun aan. En dan gaan vervolgens deze jongen hun eigen ploeg in stelling zetten. Van jongens, kijk.
dat perceel is vrij, deze man vraagt aan, maar wij slaan alle punten over. Maar wij gaan meteen door naar Paramaribo, wij gaan dat perceel zelf aanvragen. En we gaan met deze aanvraag van deze mensen gaan we lekker spelen. En gaan we ervoor zorgen dat het niet doorgaat. En dat gebeurt, mensen. En daarom zie je heel veel aanvragen. Die dateren uit het jaar 2018 en iemand in 2021. En al die dingen gebeuren altijd in het jaar na 2020. Dus met het aantreden van deze regering zijn al die dingen, die malversaties in grondzaken, die gebeuren nu hier. Alles is na 2020 gebeurd. Dus we moeten rekening houden, mensen. Meneer Anish, laat zien. We moeten rekening houden, mensen, dat al die malversaties, die dateren uit het jaar 2020 en later. Dus welke conclusie moeten wij nu als volk trekken? Zijn wij tegen deze regering? Of spreken wij de waarheid? En als je de waarheid spreekt, ben je automatisch tegen deze regering. Mensen, begrijpen jullie dat? Wat er aan de hand is. Dus iedereen moet nu proberen te begrijpen wat gebeurt er. En dat wil ik jullie vandaag duidelijk maken. Wat gebeurt er in werkelijkheid? In werkelijkheid is het verhaal zo. Even thee, jongens. Een beetje roeren. Dan wordt het een beetje koud. Dan kun je opdrinken. In werkelijkheid gebeurt het zo. Als jij een aanvraag gaat doen bij meneer Hanuman. Zegt van perceel A. Gelegen in op de Beatrixweg. Is vrij. Dan gaan deze jongens stiekem achter jouw rug om. Dan nemen ze wel jouw aanvraag. Zeg, ja, we gaan ermee werken. Maar in de tussentijd hebben zij hun mensen al ingezet in Paramaribo. Om de boel voor elkaar te krijgen en jou te bestelen. En jij zit vanaf 2018 te wachten, wachten, wachten. Dan ben je in het jaar 2020 ben je weer gegaan. Meneer Redman Faya, hoe gaat het? Dan ben je weer gegaan om je aanvraag te checken. Blijkt inmiddels dat er een nieuwe stichting 2 maanden geleden is opgezet. En die al een bereidverklaring van jouw perceel heeft. Rara, hoe kan dat? Ik zal jullie met jullie doornemen een verhaal wat echt op waarheid gebaseerd is. Mijn vader heeft een perceel in het jaar 1984 verkocht aan meneer Palatsing. Naast ons. Dus meneer Palatsing, mijn vader heeft iets gemaakt. Waaruit blijkt dat die perceel is verkocht aan meneer Palatsing. Papier staat er, handtekening, plakzegel erop, alles erop en eraan. In 1987 of zo wordt aanvraag gedaan. Nou, helemaal kwijt, de burgeroorlog, een nieuwe revolutie, al het gezeik. Het jaar 2000 komt eraan, alles komt te vervallen. In 2014 heeft deze meneer opnieuw aangevraagd. Opnieuw. Meneer Ganesh Leising, goeiedag. Ook een Nigeriaan uit Nigeria. Meneer Leising, u bent van de regering. U moet meeluisteren wat het verhaal eigenlijk is. Waar het volk mee zit. U bent van de regering. Dus in 2014 komt er aanvraag voor hetzelfde perceel. Gaat naar binnen. Wat blijkt in het jaar 2023, ja. Januari wordt de stichting opgezet. In maart krijgt de nieuwe stichting al een bereidverklaring over dat perceel. Wat mijn vader in 1985 verkocht heeft. En wat deze man in 2014 voor het laatst aangevraagd heeft. Waarvan alle beschikking, alle bescheiden. Alle papieren, alle aanvragen heb ik in handen gehad. Waar het blijkt. En wij hebben dat perceel verkocht. Dus eigenlijk. Ja, goeiedag mevrouw Sumi Balgobin. Oké. Waaruit blijkt. Dat grondstuk. Is overgedragen aan meneer Palatsing. En wat blijkt. In het jaar 2023 is een stichting opgestart. 2 maanden later heeft diezelfde stichting beschikking over bereidverklaring over hetzelfde perceel. En nu in augustus krijgt die meneer een beschikking. Rara, hoe kan dat?
Maar in plaats zien tevreden te houden, gaan ze nog een grotere blunder uitvoeren. In juli 2023 krijgt meneer Palat Singh bereidverklaring. In augustus 2023 krijgt die nieuwe stichting, ik ben de naam even kwijt, krijgt beschikking. Transport heet dat. Mensen, hoe kan dat nou? En ik zit dan hier allemaal rustig het verhaal te vertellen. En intussen zijn er 600.000 mensen in Suriname. 300.000 mensen in Nederland. 100.000 mensen in Amerika. Die zitten naar mij te luisteren nu. En niemand kan iets doen. En intussen tijd. Even kijken. Connie Meiland. Goedenavond. In de tussentijd blijven die grondroven aan de slag. Vandaag kreeg ik een bericht van een nicht van mij. Zij heeft een aanvraag gedaan in 2018. En wat blijkt, in 2023 is het perceel gegaan naar een ander. Dus al die malversaties vinden plaats vanaf 2020 tot heden. Dus nu moeten mensen mij gaan zeggen van ja, maar meneer Raajpar hoort zogenaamd bij de NDP. Hij praat over Boutersen en hij is nu negatief tegen deze regering. Maar jullie volk moeten zelf beoordelen, ben ik tegen deze regering? Ik ben totaal niet tegen deze regering. Maar ik ben wel tegen die maloten die aan nu regeren en een puinhoop van gemaakt hebben. En dat je nergens terecht gaat. Ik ben naar Brunswijk geweest. Meneer Brunswijk had geen tijd voor mij om met mij dit soort zaken te bespreken. Toen ben ik naar het ministerie van GBB gegaan. Dan word je als een hond behandeld. Mag je gaan zitten wachten. We hebben gewacht van 8 uur tot 12 uur. Ja, die minister komt zo hoor. De minister komt zo. Van 8 tot en met 12 heb ik gewacht met één probleemgeval. Met de mevrouw heb ik gewoon gewacht. En wat blijkt? Die minister komt gewoon niet. Het was op een maandag nota bene. Dus mensen, iedereen die hier nu zit te kijken, mensen. Ik ben geblokkeerd in alle groepen. Dus als jullie dit verhaal kunnen delen ergens, moet je vooral doen, want ik mag niet meer delen. Ik mag niet meer delen in groepen omdat ik ben geblokkeerd. En ik zou zogenaamd voor het volk opkomen. En dan heeft een persoon een account. Dat is Johnny Meranaam. Johnny Meranaam is een account die jou gaat uitschelden. En dan lokken ze je uit en dan scheld jij terug. En dan gaan ze meteen rapporteren. En Facebook gaat jou meteen, zonder na te denken, gaan ze jou blokkeren. En dat is bij mij gebeurd. Ik mag live op mijn eigen page gaan. Dat vinden ze niet erg. Maar ik mag niks meer delen. Dus als jullie kunnen delen in groepen. Dat we meer kijkers kunnen krijgen. Dan moet je het zeer zeker doen. Want dit is informatie. Wat iedereen moet krijgen. Want iedereen is slachtoffer hiervan. En wat valt mij op is. Dat we er niks tegen kunnen doen. Ik ben naar het assemblee geweest mensen. Jullie mogen weten. Conform hun normen en systeem moest ik een brief invullen met mijn naam, adres en alle gegevens. Heb ik ingevuld. Ik heb een gesprek aangevraagd bij meneer B en meneer Deo Sharman. Moet iedereen benoemen. Meneer Deo Sharman, ook van de VHP. En hij weet donders goed wat er gebeurt in het land. Maar hij heeft niet gehonoreerd dat Raadspar wat in het assemblee komt namens het volk. Om deze zaak aan te kaarten, zodat er aandacht komt. En we hoeven niet naar het assemblee om aandacht te vragen. Iedereen weet het. Kijk, de grootste dief zit in het assemblee. Dat is meneer Jogi. De grootste dief. Dan zit hij ook bij de VHP. Maar goed, dat maakt even niet uit. Het gaat erom mensen. Ik kom hier live. Waarvoor kom ik? Ik kan toch ook gaan slapen nu. Of ik kan ook met mijn bandje gaan optreden ergens. Maar ik kom voor mijn volk op. En de account Johnny Meranaam moet jullie goed opletten. Dat is de account die je gaat flink uitschelden. En dan doe je eens keer wat. En dan gaan ze met een paar mensen die ze achter de schermen hebben. Dan gaan ze je massaal rapporteren. En dan ben je het haasje. Zo gezegd, zo gedaan. Dus mensen. Iedereen is slachtoffer van. En wat hebben ze nu gedaan? Dus ik was naar Suriname, zo 4 weken geleden. Speciaal met een mevrouw voor haar geval. En dan hebben ze meneer Ramsukul.
hebben ze opgezet. Datgene wat ik wou doen, een systeem opzetten waar iedereen met problemen komt, hebben ze hun eigen VHP'er gezet. En die eigen VHP'er is onbereikbaar. We zijn een keer bij hem op kantoor geweest, met pijn en moeite, afspraak gemaakt van Nikkei naar Paramaribo, weer terug, hij was er niet, opnieuw bij hem geweest, meneer Ramsukul, ik ben zijn voornaam kwijt. Oh, Siu. Meneer Siu Ramsukul. En wat blijkt, nadien is hij niet meer bereikbaar. Robby, niemand is bereikbaar. Niemand vindt dit probleem een probleem. Gronden worden gewoon geroofd, gestolen waar je bij zit, bij staat. Maar je kan je niet verdedigen. Je kan niet naar een instelling gaan en zeggen van kijk, er is met mij dit gebeurd. Kunt u mij helpen? Die doen ze niet. En waarom doen ze dat niet, is om hunzelf te beschermen. Want de VHP of de ABOP kunnen het niet hebben dat ze op de vingers worden getikt. Daarom hebben ze alles afgesloten. Alles is afgesloten. Je kan nergens, je kan bij niemand terecht. Je kan bij niemand terecht. We praten over een kwestie nu waarmee waarvoor ik naar Suriname was gegaan. Een perceel van een bepaalde persoon. De moeder heeft overgedragen naar haar zoon. De zoon weer overgedragen naar haar zus. Die zoon. Even kijken. Oké, okay, ja, Bisnu, je hebt gelijk. Een Colombiaanse stropdas. Ja, dat gaat wel knellen, denk ik hoor. Moet voorzichtig zijn, want het gaat wel vastzetten. Maar goed. Dus een mevrouw. Haar moeder is overleden. Ze heeft een testament gemaakt naar haar broer. En van haar broer is het testament naar zijn zus. Van die broer, overleden broer. En wat blijkt nu? De kleinkind heeft een stukje aangevraagd. Oké, okay, fijn voor hem. Hij mag het aanvragen, hij moet zelf weten. Maar wat blijkt nu? De grenspaal van deze neefje, van die kleinkind, gaat dwars door die kamer van het huis, bestaande huis. Dus een tekenaar, Amelo denk ik, die is zonder te gaan kijken. Sherita Mohan, ja, we gaan jouw zaak zo over hebben. Er is een tekenaar, een tekenbureau in Paramaribo, die adviezen geeft, is zonder te gaan kijken een figuratieve kaart gemaakt, waarbij de grenspaal dwars door die kamer van die woning loopt. Als dit geen zaak is, dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dan zou ik het niet weten. Ik heb zelf gezien, dus niemand gaat me vertellen, ik heb zelf gezien, ik ben daar gaan kijken, een grenspaal gaat dwars door het huis, bestaande huis. Dat kan je toch als tekenaar dat toch niet maken, zoiets. Mensen, als tekenaar, je geeft advies uit over grondzaken, jij kan dit toch niet maken, mensen. En het is ongestraft, die jongen gaat gewoon lekker verder met zijn aanvragen. Een testament bestaat er, dan je kan dat niet pakken. En jouw grenspaal, wat getekend is, wat dwars door het huis van die mevrouw, bestaande mevrouw. En niemand in de wereld kan daar iets tegen doen. Je kan nergens terecht. We zijn met dezelfde zaak bij meneer Siu Ramsukul geweest. En Ramsukul is de persoon die is gezet door Santokki. Door president Santokki om die zaken te behandelen. En die meneer, die is niet te bereiken. Je kan hem bellen en bellen en wat je wil. Vergeet het maar. Je wil afspraak maken van we willen de zaak weer gaan bekijken. Nee, die komt niet aan de telefoon. Ik kan geen afspraak maken met hem. Mensen, even thee. Ja, mensen, is een tweede zaak waar ik over heb. Een bestaande woning. Er wordt een stukje verdeeld. De tekenaar Amelo in Paramaribo. Die maakt een tekening. En die grenspaal gaat dwars door het huis. En dat is niet strafbaar, mensen. Als je kip steelt bij iemand, bij de buren, zit je 30 dagen vast, man. En de mensen die dit soort dingen doen, dit soort, en Surinamers, die worden zo bedonderd. De mensen worden zo bedonderd waar ze bij staan. En als je je stem laat horen, dan ben je een NDP'er of dan ben je een boeman. Gaan we lekker laten blokkeren op Facebook. Dat is de werktuig die VHP heeft samengesteld, man. Die fake accounts die bestonden niet voor 2020. Die bestonden niet.
Of ja, 2015 bestond het niet. Die zijn allemaal opgesteld na dat de VHP propaganda is gaan voeren. Want wat gebeurt er van heden ten dagen? Raadsparool maakt een programma. Dan zie je een, bijvoorbeeld een Pallavi Sukraj. Een van de namen, moet ik zeggen. Jack Oscar heb je. Je hebt, even kijken, wie heb je nog meer? Noem eens een naam. JK is er ook zo'n naam. Zo'n gemaskerd figuur. Wie zal ik nog meer noemen? Pallavi Sukraj, Jack Oscar. Jack Jinko. Dat zijn allemaal accounts. Dat zijn allemaal fake accounts die op zijn gesteld door de VHP. Want zodra jij iets post, ze hebben op mij gemunt. Hi, Jenny, goeiedag. Zodra ik een programma maak, waar dan over? Waar gaat het over? Maakt niet uit, dan komen die mensen gewoon, boom. Ja, Sharita, mogen kijken met... Ja, Sharita, we gaan zo jouw zaak behandelen. Dan zie je gewoon, mensen. Dan zien we gewoon dat je wordt aangevallen, dan word je alle dingen... Wat hun doel is namelijk, is van jou te blokkeren op Facebook. Dat jij met je programma's niet meer kan komen. Dat is hun doel. Van, dan gaan we die man 30 dagen... En van de andere kant alleen... Van de andere kant zie je alleen maar scheld worden. Mensen schelden je ondersteboven, man. Mijn ouders zeggen tegen mij... Mijn vrouw en kinderen zeggen van... Pa, stop nou eens een keer mee. Laat het nou maar. Die mensen zitten je zomaar uit te schelden. Maar ik zeg, jongens, ik doe mijn moeite voor mijn land. Gaan jullie allemaal hier wonen en werken allemaal? Geniet van je leven. Als je einde van je leven komt, betekent dat je niks voor jezelf hebt gedaan. En ook niet voor je samenleving en ook niet voor je land. Niks hebt gedaan. Werken, wonen, een huis kopen, een auto kopen, dat doet de hele wereld. Dat heb ik ook. Maar ik probeer iets meer, iets voor mijn volk te doen. En daarom, mensen, zeg ik van, kijk. Suriname is ons land. Iedereen die waar dan ook in de wereld woont, met name mensen in Nederland, die hebben allemaal het idee van, kijk jongens, we willen een keer terug naar Suriname. Maar hoe kan jij naar Suriname gaan om te wonen, als de gezondheidszorg, als je het ziekenhuis aanmeldt, dan moet je je eigen deken meenemen, je eigen beddengoed. Je eigen eten. Je moet geld betalen en je eigen medicatie moet je meenemen. Dan stel je jezelf de vraag van, dan waarom ga ik naar die ziekenhuis? En dan krijg je malafide artsen bijvoorbeeld, die niet weten welke medicatie je toe moet dienen. Mijn tante is naar Suriname gegaan, crematie was donderdag. Mijn tante is naar Suriname gegaan, ze had pijn in haar rug. Blijkt dat ze overdosis aan medicatie krijgt, tante komt overleden. En exact op haar verjaardag. Dan doe je navraag bij de arts en die artsen zeggen gewoon dodelijk van ja, dat is het, we konden niks aan doen en dat is het verhaal. En achteraf blijkt overdosis aan medicatie. Dan hoe gaan wij als diaspora ons bedrijf daarop zetten? Ik heb toevallig mijn bedrijf daar, maar nieuwe mensen, hoe kunnen we de nieuwe mensen daar naartoe brengen? Mensen, veiligheid. Je wordt overdag word je beroofd. Overdag. In daglicht word je gewoon overvallen. Zo. Blijkt dat je 100.000 euro, zoveel geld, alles wat je hebt, wordt gewoon van je weggenomen. Waar is de politie? Waar is de justitie? Waar zijn al die mensen die belast zijn en die betaald worden, voor onze belastingzender betaald worden om die veiligheid te garanderen? Mevrouw Sadana Yankee kijkt mee. Goeiedag mevrouw. U komt uit Saramaka. Ja, ik ken u wel een beetje. Ik heb u een keer daar zien fietsen. En dan zag ik u toevallig. Maar mensen, dan moeten we nagaan, hoe kunnen wij diaspora naar Suriname gaan om daar ons leven voor te zetten en helpen het land opbouwen wat wij graag willen. Dus, als je dan nu iets wil inbrengen, zeg van regering, wij willen namens het volk dit doen, dan zijn alle deuren zijn gesloten. En dan komt er ook bij kijken dat Surinamers op zich toch een afwachtende houding hebben aangenomen. Zij komen niet met ideeën. En de mensen die met ideeën komen, dat zijn mensen uit de diaspora. Dan wordt gezegd van, weet je wat,
Als jij komt uit Holland. Bemoei niet met Suriname. Wat kom je hier bemoeien? En allerlei zaken, net of jij wilt vreemd, net of je Marokkaan bent of zo. En die lui vergeten dan dat iedere maand ongeveer 200.000 tot 300.000 euro vanuit Nederland naar Suriname gaat voor steun van familie, vrienden, kennissen, pakketten, geld. Allerlei zaken. Die mensen vergeten en dan gaan ze staan ze tegenover. Zeggen van, jij bemoeit je met Nederland. Wat bemoei jij? Ga weg. Je bent een Hollander. Je praat met aardappel in je mond. Ik zou niet weten wat dat is. De meeste mensen die ik in Nederland ken, die proberen ABN te spreken. Is algemeen beschaafd Nederlands. Ja? En dan heb je soms in Suriname mensen die praten ook een zogenaamd ABN. Ik heb het je gezegd, je moet dat niet doen, haar. Nou ja, goed. Weet je, je moet wegwezen. Je bent niet van, je bent van Nederland. Ga weg. Dan zeg je van, wat voor taal spreek je dan? Nederlands. Ik zeg, nee, dat is geen Nederlands. Dat is, laat maar. Mensen, ik geef maar een voorbeeld, hè. Dus, we gaan nu even over naar een zaak van mevrouw Sharita Mohan. Sharita Mohan is mijn nicht. Mijn echte nicht. Sharita Mohan. Wacht even kijken, waar kan ik het terugvinden? Want dan gaan we met papieren praten. Even kijken. Momentje. Oh ja. Sharita Mohan, gaan we gelijk kijken. Ja, Sharita Mohan heeft een aanvraag gedaan op 18 september 2018. Daar heeft ze een LAD-nummer van, die strook heb ik nu voor mij. Alles staat erbij. LAD-nummer, alles staat er. Dus met dat nummer kan er gecontroleerd worden. Ik heb het nu voor mij. Dus niemand kan zeggen, ik ben aan het liegen. Dus, dan vraagt ze dat in 2018 aan. En ze zegt van ja, vorig jaar heeft een andere persoon de papieren van bereidverklaring en beschikking gekregen. Dus ja, mevrouw Ursula Jamai, u bent van Wanica, ja. Uw ouders wonen in Wanica. Ik ken u wel, toevallig. Leuk. Goeiedag. Maar goed, het verhaal is dat mevrouw Sharita Mohan is haar grond kwijt. Is dat normaal, mensen? Jullie moeten schrijven. Ik wil antwoord van jullie hebben. Is dat normaal dat dit soort dingen gebeuren? En jullie allemaal, jullie slaan dit allemaal over tot het met jou gebeurt. Dan ga je huilen. Dan huilen 2 dagen en de derde dag zeg je van ja, donder maar op, ik hoef niet meer. Suraj Sukhlal. Haha. Is dat niet dezelfde Suraj Sukhlal die zo tegen de NDP was en Boutersen eruit heeft gescholden en allerlei dingen heeft gezegd in de campagnes? Meneer Suraj Sukhlal, gefeliciteerd. Jullie hebben gewonnen. Uw inzet van ook gelijk van meneer Poupa Pandey, van Pers Gayadin, van Rishano, van een heleboel andere mensen. Is allemaal goed gelukt. Jullie hebben er NDP naar huis kunnen sturen. En jullie hebben het overgenomen nu. En moet je kijken wat een teringband het nu is. Meneer Sukhlal. Kijk wat een tering zo nu geworden is. Gronden worden gepikt. Dagelijks. En wij kunnen nergens trekken. U moet nu met uw grote verhalen en artikels ook die mensen gaan uitleggen nu. Waardoor jullie VHP hebben laten winnen. En die VHP malefiede bende. Gezamenlijk met de ABOP. En niemand komt mij hier vertellen van ja, maar Santokki kan er niks aan doen. Santokki speelt de baas over Suriname. Hij speelt de baas. Hij is niet de baas. Hij speelt de baas. Hij moet het oplossen. Alle ministeries vallen onder de president. En als jij vindt dat de ABOP niet goed doet, moet je dat naar je toe trekken. Je moet het oplossen. Je moet de mensen ontslaan en zeggen van mensen, nieuwe minister, want mijn volk leidt eronder. Dat moet je zeggen als president. Mijn volk leidt eronder en ik kan er niet tegen. Dat zegt hij niet. Wat doet de president is, hij gaat alle landen langs, gaat die geld bedelen. Alles wat jij niet zelf hebt verdiend, is of lenen of bedelen. Alle gelden die jij als persoon of als land niet hebt verdiend en wel gekregen hebt, betekent dat je dat hebt gebedeld of gestolen of geleend. Dan komt de president zeggen, ik zag laatst in een clipje, we hebben 150 miljoen van de IDB gekregen. We hebben 50 miljoen van de Emiraten gekregen. En we hebben 53 miljoen van IMF gekregen. Het is een tranche. En
We hebben 20 miljoen van staatsolie gekregen. Maar dus ben ik nu kwijt. Waar heeft hij gezegd dat wij met het land 1 miljard hebben verdiend? Dat is mij ontgaan. Waar hij heeft gezegd, we hebben de productie verhoogd. We hebben allerlei zaken. Gezamenlijk met het land Suriname hebben wij 1 miljard dollar verdiend. Dat ben ik vergeten. Overal gaat hij geld vragen, hier vragen, daar vragen. Er zijn landen die mat zeggen, maar hier donder op, niet meer terugkomen. Hier heb je 20 miljoen. Maar wanneer komt die president ons vertellen van, kijk, wij collectief als land Suriname en alle Surinamers die in het land wonen, wij hebben 1 of 2 miljard verdiend. Wanneer gaat die meneer dat ons vertellen? Nooit. Want dat kan hij gewoon niet. Hij kan niks verdienen, alleen maar lenen. Jullie Surinamers zeiden van, ja, Boutersen leent een heleboel geld. En waarom was dat zo? Omdat hij was openlijk. Regering Boutersen was openlijk van, kijk mensen, we gaan bij Oppenheimer, we moeten zoveel geld lenen. Maar deze mensen lenen achter jullie rug om, alleen maar stelen. En jullie interesseren helemaal niks. De dam die toen gekocht is met het geld van Oppenheimer. De bedoeling was dat de stroom zou opwekken en met dat opgewekte stroom zouden wij die dam allang al terugverdiend hebben onder goed beleid. Maar wat doet deze regering? Deze regering misbruikt die dam. Maar jullie zijn niet zo ver om dat soort dingen te begrijpen. Jongens zoals Ashwin Adin, Melvin Bova, Tsang, Permisser en al die jongens hebben dit soort dingen al honderden keren herhaald. Maar het Surinaamse volk interesseert dit soort niks. Het Surinaamse volk interesseert alleen maar, ja, Ashwin Adin heeft 200 miljoen gestolen en met dat geld heeft hij uien en aardappelen gekocht. Ja, geweldig. Dat weet je. Maar die duizenden commissies die deze regering heeft opgesteld, met jullie gelden, heb je daar ooit over geïnformeerd? Ben je daarover bezig geweest van wat kost dat allemaal dan? En wie betaalt die dingen? Mensen hebben daar antwoord op. Wie betaalt die kosten van die duizenden commissies? En wat leveren die duizenden commissies op? Helemaal geen malle moer. En jullie als Surinamers laten gewoon toe. Want al die gronden zijn geroofd van Surinamers. Door Surinamers. Niet door de diaspora. De diaspora gaat geen grond stelen van iemand. Het zijn die mensen die in Suriname stelen. Het zijn alle mensen die om de regering heen zitten. En al die malafide acties zijn ontstaan alleen maar tijdens deze regering. Begrijpen wij dit soort dingen dan allemaal? Mevrouw Sharita Mohan, natuurlijk, jouw zaak hebben behandeld. En ik weet niet wat ik ermee moet. Want wij hebben geen toegang. Ik ben naar Brunswijk geweest. Brunswijk had gewoon geen tijd en geen zin om met mij dit soort zaken te bespreken. Hij zei, ja, kom maar een andere keertje. Nou, na een andere keer wel 100 keer gebeld en allerlei kanalen geprobeerd bij hem te komen. Hij doet niet. Hij gaat liever feesten hier en daar. Hem interesseert het niet. Hem interesseert niet. Hij loopt te schreeuwen van, ja, we komen voor het volk op. En het volk is dom geweest om voor deze mensen te kiezen. Eenmaal deze mensen aan de macht, ze komen nooit meer weg. En onthoud wat ik zeg. Deze regering, de regering staat ook in Brunswijk, gaat nooit meer weg. Ja, Jenny, je hebt gelijk. Deze regering moet opdonderen, maar dat gaat niet. Het gaat niet lukken. Ik zei al een keer in mijn programma, het lijkt erop dat zelfs God Suriname verlaten heeft. God heeft ook gezegd van, jongens, weet je, ik kan hier ook niks mee. Alsjeblieft, gaan jullie maar lekker verder. Wat er gebeurt, interesseert me ook niet. Ik kan me niet voorstellen, maar ik krijg zulke gevoelens van dat misschien God ook zegt van, ja jongens, het is jullie, kijk maar even. En daarom waarschijnlijk gebeurt er niks. Daarom verandert dat niet zoveel. Ja, mevrouw Rana Sadi, of meneer, dat kunnen we maar hier niet zien, door al die haren. De huidige regering moet weg. Ja, natuurlijk moet het weg. Maar ze willen niet weggaan. Als 80% van het volk hun moeder, oma en tante, schoonmoeder allemaal zit uit te schelden. En je gaat niet, je blijft daar zitten. Nou, dan heb je een huid als een olifant. Oh, wacht even. Dat is een niet goede zinspeling. Een huid als een olifant, dat zijn allemaal olifanten. Dus mensen, waar het eigenlijk om gaat, is de mensen die hun gronden kwijt zijn geraakt.
Ik krijg geen toegang. Ik heb mijn best gedaan. Ik krijg geen toegang omdat deze mensen hebben de zaak hermetisch afgesloten. En wat zal blijken, stel voor, op een of andere manier deze regering is weg. Dan zullen jullie zien wat, welke puinhoop ze hebben gedaan. Bouterse had gezegd, voor het aantreden in 2010, had gezegd van, ik ga 50% van de VHP opsluiten, omdat ze zoveel feiten hadden geplikt. Maar toen heeft Bouterse ook tegen mij gezegd, we hebben een bespreking gehad, hij zei, Raj, weet je, laat het maar, wij gaan regeren. Snap je? Hij zei, wij gaan regeren, wij gaan geen puinhoop van maken. Degene die wat gedaan hebben, we zijn te druk met regeren. We hebben geen tijd om achter malafide zaken aan te gaan. Het resultaat is nu, diezelfde malafide figuren hebben nu boters in de tang. Ze hebben een vonnis tegen hem laten uitvaardigen. En zogenaamd proberen ze hem nu aan te houden. Dus we houden ons hart vast wat er gebeuren gaat. Of dat wel gaat lukken, maar ze gaan het in elk geval zeker pogen. Die batterij even kijken of het een beetje lukt of niet. Ja, meneer Associe Moekes. Nou mensen, het programma van vandaag natuurlijk was de bedoeling om te praten over grondzaken. Om eens even aan te geven. Bisnu Ramjad zegt, deze regering gaat wel naar huis. Nou, ik hoop het. Ja, Sharmila, ik kan goed zingen, dat klopt. Maar dat gezang is, er wordt niemand wijzer van. Ik ben al, mensen, ik ben beroepszanger. Laat ik zo zeggen. Zanger van beroep. Ik doe op mijn niveau, dan weet ik me wel te redden. Laat ik zo zeggen. Als ik zeg grote zanger, dan gaan mensen zeggen, hey, je bent nooit om concerten. We geven concerten, maar niet overal. Privé concerten geven. Maar, Satish Jinnu, ja, goeiedag meneer. Wat er eigenlijk om gaat is dat deze regering moet gewoon naar huis. En waarom moet ze naar huis? Al die oude bokken. Die jongens die regeren van dag tot dag. Ze kunnen nu 10 jaar verder kijken. Als een president als Ashwin Adin hadden bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te nemen. Adin kan 10, 15 jaar vooruit kijken. Dus hij kan een beleid uitzetten. Waarbij we zeker weten. Dat hij toch wel een zicht heeft. Maar de huidige regering kan nog niet eens tot zijn verjaardag vooruit kijken. Dan wat moet er gebeuren? Heel veel mensen hebben geprobeerd hun inbreng te doen bij deze regering. Deze regering zegt, nee, ik heb mijn eigen mensen. Als jij nu met een idee komt, we praten over die grondzaken kwestie met meneer Siu. Dus ik schrijf een brief naar de president. Zeg, president, ik wil zoiets opzetten. Nou, boom. Zoveel dagen later is zo'n ding opgesteld met iemand van hemzelf. En ik had gezegd, je moet geen VHP erin zetten, want hij gaat niet alle mensen helpen. En daadwerkelijk, die Siu Ramsukul, die helpt alleen maar zijn eigen mensen. Wij zijn niet zijn eigen mensen. Ik ben algemeen, ik heb geen partij. Ik ben partijloos, ik ben een boutist. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben aanhanger van boters. Dan komen wij niet aan de beurt, want wij staan aan de andere kant. Had ik geslijm en geslijmjurk bij hun, dan was ik binnen geweest. Zoals ze luisteren naar mij, maar Raj Parwat, die gaat niet zwichten voor niemand. Ik strijd voor mijn land en ik wacht erop dat er een nieuwe blok komt. Op dit moment is er nu... Het is nu tijd. Het is nu tijd dat een nieuw blok komt, mensen. Een nieuwe politieke partij. Want we hebben NDP gezien, we hebben VHP gezien, we hebben NPS gezien al die jaren. Het is niks. Alleen maar opbokken, alleen maar eigen belang. Grond stelen, geld stelen, auto stelen, dubbele salarissen. Al dat gezeik hebben we gezien. We moeten nu een politieke partij krijgen. We moeten die kweken. We moeten dat opzetten. Een politieke partij die met jongeren werkt. Bijvoorbeeld Shania Shan. Bijvoorbeeld. Mensen, doordat niet iedereen met hun namen komt, dat is moeilijk. We hebben hier meneer Satish Jinnu bijvoorbeeld. Een vriend van mij. Van Satish Muziekcentrum. Ik zeg meneer Satish. Als jongens van jouw leeftijd in de regering zitten, dan hebben ze ook jouw visie, jouw denkwijze, jouw denkniveau, dan kunnen ze ook iets voor jou doen. En voor de toekomst doen. Al dat gestelen is allemaal voor oude mensen. Is een hobby geworden van oudere mensen, dat gestelen. Want ze weten dat ze over een paar jaar de pijp uitgaan, dat interesseert niks. Mij kan niks schelen, ik ga toch dood, weet je wat? Ik maak er toch een puinhoop van. Dat is kwestie met oude mensen. Satish Jinnu, ik ben een fan van jou.
En ik zeg tegen jou, jullie moeten bij de nieuwe verkiezingen moet jullie goed nadenken. Ik weet dat je voor de VHP hebt gestemd. Ik weet het gewoon. Is niet erg. Is helemaal niet erg. Jullie zijn niet fout geweest. Jullie zijn goed geweest. Jullie hebben geloofd in de VHP. En de VHP heeft jullie laten vallen. Jullie zijn niet fout. Mensen die namens die op de VHP hebben gestemd, die zijn niet fout. Die waren toen niet fout en zijn nog steeds niet fout. Dus ik geef ze niet. Het is mijn volk. Iedereen die op de NDP heeft gestemd, op de VHP, op de PL, maakt niet uit. Allemaal zijn mijn mensen. Ik strijd allemaal voor hun. Want dat zijn ook VHP'ers die hun grond kwijt zijn geraakt. Ik ken die mensen. VHP'ers die achter VHP aanrennen en aanrenden toen, die zijn ook hun grond kwijt. Dus je kan niet zeggen, ze doen niet. Ze pikken van iedereen. Mijn buurman, die heeft voor de VHP gestemd met 6 stemmen. 6 mensen in zijn huis hebben gestemd voor de VHP. Hij rent nog steeds achter zijn grondpapieren. Nog steeds rent hij achter zijn grondpapieren. Dat is lekker voor jou. En diezelfde president, toen hij voorzitter van de VHP was, is hij op hun erf geweest. Omhelzing. Ja meneer, alles gaat goed om. Zodra ik president word, zodra de VHP wint, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dit doen. De dag dat de president, meneer president is geworden, is hij meteen zijn mensen vrijgegeven. Van, jongens, pak maar wat je pakken kan. Pak alles wat je pakken kan. Dat gebeurt er. En dat zijn ze nu mee bezig. Dus ik zou zeggen mensen, het idee van het programma van vandaag was namelijk van, mensen, laten we eens kijken, gezamenlijk, wat we ermee doen. Want ik alleen kan niks meer. Niemand luistert naar mij, alle deuren zijn voor mij gesloten. Ik ben bij meneer Ganesh geweest, TBN Alert, programma gemaakt voor de assemblee, maar heeft niet geholpen. En dat geldt niet alleen maar voor mij, ik met mijn grote mond kan geen doorgang krijgen. En wat zijn jullie dan? Jullie krijgen helemaal niet. Ga maar bij domeinkantoor vragen. Dan mag je over 3 maanden komen. En dan mag je geen volgende vraag stellen. Wegwezen over 3 maanden. Snap je mensen? Dus daar gaat de strijd over. En ik zou zeggen, we moeten geduld hebben. We moeten gewoon rustig wachten tot de nieuwe regering komt. Dan gaan we woningen bouwen in Nigeria. Parkaastreding heeft werk. Parkaastreding kan dingen verkopen. Zijn zaak gaat beter draaien. Nu draait het ook. Beter draait. Timmerlieden krijgen werk. Bouwvakkers krijgen. Metselaars. Schilders krijgen allemaal werk. Maar deze mensen zien het gewoon niet zitten. Dat het volk gewoon gaat ontwikkelen. Het eerste wat hun uitgangspunt was. Het verarmen van het Surinaamse volk. En daar zijn ze mee bezig. En een heleboel mensen snappen niet. Op het moment dat jij 10.000 SD per maand verdient, dan is jouw EBS is verhoogd. Is jouw water is verhoogd. Je belasting is verhoogd. Brandstof is verhoogd. Gas is verhoogd. De koers is gestegen. Als gestegen is alleen maar om jou kapot te maken. Als je kijkt naar het jaar 2000 tot en met 2020, dan zie je aan één stuk alleen maar groei in de economie. Van 2000. Tot 2020. Maar in 2000 tot 2010 was Venetiaan de baas. En hij was geen boef. Hij was een eerlijke man. Dan zag je gewoon van 2000 tot en met 2020. Zag je aan één rechte lijn. Boe, die ging omhoog. Met de komst van hun zie je wop naar beneden. Inflatie van 1000. Zeker 1000% inflatie vanaf 2020. Maken jullie zich daar druk om? Nee, wat jullie om druk op maken is fake account opmaken en raadsparoot bekladden. Niet iedereen, maar de meesten doen dat. En die bavianen zitten ook mee te kijken, maar ze reageren nu even niet, anders worden ze gepakt. Maar let maar op zometeen als ik het afsluit, en dan zie ik meteen van meneer Pallavi Sugraj, meneer Jack Chinku, meneer Jack Oscar, meneer JK, wat moet ik nog meer zeggen? Een heleboel van die fake account. Die allemaal gewoon bekladen van raadspar wat dit. Je moeder dat, je zus dit, je dochter zo. Ik zeg 1 keer. Kom maar tevoorschijn, dan scheur ik je dwars door midden. Dwars door midden. Maar wat gebeurt er nu? Deze mensen doen dat soort dingen niet. Daar zijn ze veel te laf voor. Ik ben raadspar wat en dit is mijn gezicht. Als je problemen met mij hebt, dan weet je mij te vinden. Ik treed op en ik maak flyer. Dus je kan precies kijken waar is die man, hoe laat is hij bezig. En dan kom je daar, dan doe je wat je wilt. Wat je van plan bent. Maar dan komen ze niet. Die mensen komen niet. Ik weet niet wat er met Suriname gebeurt. En de jongens, meisjes goed luisteren. De meeste fake accounts zitten in Nederland.
De meeste fake accounts die ons bekladden, Suriname in kwaad daglicht willen zetten. En de VHP probeert te poweren zogenaamd. Wat niet werkt. Die zitten allemaal in Nederland. En ze verklappen zichzelf door nette Nederlandse regels te schrijven. Surinamers schrijven met afkortingen, allerlei soorten methodes. Maar deze jongens schrijven, en dan lok ik ze een paar keer van, lok ik ze om netjes te schrijven. Heet, boom. Iemand uit Nederland. En doen ze tegen mij van, ja, als jij in Suriname komt, dan pakken we je. Ik zeg, verdomme, ik weet, je woont in Nederland, man. En dat is de on... Waarom? Oké, Cleon is Pol. Hij is Pol. Mensen, er wordt de vraag gesteld, waarom is Suriname een arm land? Suriname is geen arm land. Suriname, mensen, is geen arm land. Dus uw vraag wordt beantwoord met, Suriname is geen arm land. De mensen die in Suriname wonen, die beroven Suriname. Suriname is geen arm land. Als we allemaal opdonderen uit Suriname, en dan gaan we Suriname taxeren, is Suriname een heel rijk land. Suriname is een heel rijk land. Alleen wij kappen die bomen voor een habbekras naar het buitenland. Wij halen het goud eruit voor een habbekras naar Brazilië of naar Dubai of waar dan ook. Of in het opslagcentrum van Brunswijk. Suriname is niet arm. Dus uw vraagstelling is niet goed. Suriname is een heel rijk land. Maar die middelen zijn verstopt door een paar malafide figuren. Weten jullie dat misschien zeker 2 tot 3, 4 miljard al opzij is gezet door deze regering in het land Pinaat? Waarom? Omdat meneer Santokki van plan is jullie zwaar te verarmen, jullie benen te breken, dat je gaat smeken bij hem, oh president, mogen wij een koopkrachtversterking? Koopkrachtversterking voor wat? Waarom moet de koopkrachtversterking komen? In de westerse wereld krijgt niemand geld, dus dingen die worden goedkoop gemaakt. Niemand in Suriname vraagt geld erbij. Niemand in Suriname wil koopkrachtversterking. Maar jij met je malafide regering krijgt het niet voor elkaar dat die dingen in de winkel goedkoop worden. En als dat jouw doel is om het volk te breken, dan ga je dat toch niet aan werken. Als ik zeg, ik wil goedkope basisgoederenwinkel doen, dan ga je daar tegen in, want het gaat tegen jouw beleid in. En daarom doe je het niet. En daarom werk je het op allerlei manieren tegen. Dat is jouw systeem. Je werkt op allerlei manieren, werk jij het zaakje tegen, zodat jouw volk niet voor goedkoop boodschappen kan doen en weer kan leven. Jouw doel is om het volk dood te maken. En daar ben je niet in geslaagd en het gaat niet gebeuren ook. Het gaat, ja, sinaasappelsappen. Wat je eigenlijk van plan bent, president Santokki, het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. Het Surinaamse volk is niet van het jaren 30, 40. Ze zijn slimmer geworden. En wij zijn bezig, ik mag het nog niet verklappen, maar we zijn bezig met een jongerenpartij. Waar jongeren centraal staan. En als jullie jongeren van Suriname willen participeren, je hebt die puinhoop van VHP al gezien, van NDP gezien, van NPS al gezien, van de ABOP al gezien. Je moet nu concentreren op een nieuwe partij die wel jullie belooft wat er gedaan kan worden. Die oude bokken, ik zeg nogmaals, die oude bokken die kijken niet eens 2 jaar verder. Ze zeggen van, weet je wat, laten we grond pikken van iemand. En dan gaan we die morgen verkopen. Grond pikken en verkopen, Hindustan. Als je Hindustan hebt, een Kriool, ja Jenny, kom zo erop. Als je een Hindustan hebt, een Kriool en een Javaan. Dat zijn de grootste bevolkingsgroepen van Suriname. Dus die paai die gaat vragen van, die paai mag iets vragen. Dan gaat die paai vragen geven met Chapar en Kirmi en iets. Dagoblad en geef mij gewoon kozen, want ik ga pietje maken en ga verkopen, ga ik mijn geld verdienen. Ah, zegt de Kriool, wat krijg ik dan? Mini Chanel, goed. Wat krijg ik dan? Dat wordt gevraagd aan de Kriool, wat wil jij dan? Ik wil gewoon eten drinken hebben iedere dag, meer hoef ik niet. Ik wil huisvesting, ik wil eten drinken iedere dag, ik wil werk hebben. Prima. Dan vraag je aan de Hindustan. Wat wil je dan? Wie kan beantwoorden wat de Hindustan gaat vragen? Ik wacht op jullie antwoord af. Ik heb gezegd, wat de Kriool vraagt, dat is dan eten drinken en huisvesting. Dat is wat de Kriolse man wil. Hij wil gewoon leven, meer wil hij niet.
En die Javaanse man die wil natuurlijk pitcher maken. Dus hij gaat al die Bhajiji en dat soort dingen gaat hij zoeken. Maar wat wil de Hindustan dan mensen? Wie gaat schrijven? Mini Chanel? Ja, zie je? Hier, Satie schrijft al. 100%! Even sap op neer. Maak sinaasappel sap. Mensen, ja, Jenny, je hebt helemaal gelijk. Satie Jinu, je hebt gelijk. Kid, grond. En wat doen ze met... Ja, Paisa, Kid, Prasin, ja. Zie je? Drie antwoorden. En waarom doen die mensen dat? Is niet alleen omdat ze gewoon wonen. En uiteindelijk om dat door te verkopen. Gewoon van de overheid krijgen, verkavelen. Voorbeeld, Saramaka Jogi. Meneer Jogi is het grootste voorbeeld van deze kwestie. Hij heeft zoveel, bijna 100 zoveel hectare aangevraagd. En hij weet dat hij over een paar dagen de pijp uitgaat. Zo gezegd, zo gedaan. En dan gaat hij dat verkopen zometeen voor een paar duizend. En dan gaat de overheid nakijken. Want de overheid die na deze jongens komt, die zal daar niks in kunnen. Maar als Rajparwat in de regering komt, dan pik ik alles terug. En dan geef ik het aan mensen die 18 jaar en ouder zijn. Aan hun ga ik geven. Dat ga ik doen. Dus mensen, mini Chanel, je hebt helemaal gelijk. En Satis ook en Jenny ook. Jenny Cleo, het enige wat de Hindustan wil, is namelijk grond. Wat gaat hij met die grond doen? Verkopen. Want hij woont al op één plek. En dan ga ik nu terug naar het jaar 2011. Een gesprek van Raj Parwat samen met meneer Mohammed Rashid Doki. We hebben tekening gemaakt van een stukje Bastilleweg daar ergens. Heel veel grond vrij. Geoccupeerd door VHP'ers. Goed. We praten erover. Zeg meneer Doekie van meneer Raj. Weet jij trouwens, de mensen die hier percelen aangevraagd hebben en gekregen hebben, weet je wie de mensen zijn? Ik zeg, ik weet het niet. Hij zegt, dit zijn mensen van jou, Beatrixweg, waar die wonen. Toen zei hij van, kijk, die mensen die iets aangevraagd hebben, die mensen wonen al ergens. Want waar moet je wonen? Je woont toch ergens? En dan vraag je iets aan. Dus deze mensen hebben al ooit iets gekregen van de overheid, maar hun buik is nog niet vol. Peet Navarrel, hè? Toch? Zoals in de staan zeggen. Peet Navarrel, ja. We gaan meer aanvragen. En de VHP, om Sine te winnen in het jaar 2007-2008, zeggen van, jongens, wat wil je? Grond. Oh, neem. En de meeste mensen, die weten niet eens waar hun grond ligt. Mijn buurman heeft een beschikking van een stukje grond. Andere buurman. En ik zeg, ik heb wel beschikking, maar ik weet niet waar het ligt. Ik zeg, hoe kom je eraan? Hij zegt, ja, VHP-tijd gekregen. Hij zegt, VHP was aan het uitdelen gewoon. Hij kwam thuis bij jou, zegt de gegevens. En volgende week komt hij terug met beschikking uitgeven. Dat was dan de PL, jongens. Jong Ching Fa. Ja, Eleonora Hendrika Nicolina. Juist. Inderdaad, grond. Ze vermoorden zelfs hun ouders voor grond. En dat is echt gebeurd. En dat zijn dan in de meeste gevallen, niet alleen maar in de meeste gevallen Hindustanen. En dat, wat ik hiermee wil zeggen, mensen, is duidelijk. Hindustanen, die pakken wat ze pakken kunnen. Kriolen krijgen wat ze krijgen. Ze nemen wat ze krijgen. Javanen, die willen helemaal niks. Je hebt nog nooit gehoord van, en Maya gaan staken ergens. Dat doen ze niet, dat is niet nodig. Ze zijn tevreden met wat ze hebben. Tevreden met wat ze hebben. Als wij Suriname vergelijken met een ander land, zeggen wij in Suriname heeft ieder persoon kan 10.000 hectare bezitten. Zo groot en zoveel hebben wij in Suriname. Maar wat blijkt, één persoon heeft 10.000 hectare. Eén persoon heeft 3 miljoen hectare. Die ene heeft 500.000 hectare en die andere heeft nul. En de andere heeft weer nul. En hoe komt dat? Doordat de malafide politici komt. Mensen, ik wil jullie ergens naartoe brengen. We zijn bezig. Er zijn mensen bezig met een nieuwe politieke partij. Die alleen gaat draaien op jongeren. Op jij en mij en ik en die. En geen enkel bejaarde van 78 of 86 of boven de 60 die alle... Geen enkel president die boven de 50 is. Dat wordt grondreglement. 50 jaar, jammer voor je. Geen ander president.
En de voorzitter van de partij betekent niet automatisch president. Wat nu gebeurt bij alle partijen. Nee, de voorzitter van de partij is niet automatisch de president. Er wordt een geschikte president gekozen, gezocht, gekneed. Mensen, hij wordt president. Die kunnen ook bij andere partijen halen. Wat kan mij schelen? Als de partij waar ik over praat nu, de nieuwe toekomstige partij, die heel veel zetels krijgt, dat kon ik zeggen van, weet je wat, als het bij de NDP een kandidaat die gedragen wordt door het volk, zeggen we nemen hem. De voorzitter van die partij hoeft niet automatisch president te worden, daar gaan we niet aan beginnen. Als dat de bedoeling is, dan begin ik daar niet aan. We gaan niet die oude rommelpolitiek. Mensen, dit is de tijd. Deze regering is een tussenregering. Na deze regering moet echt iets komen wat meer jaren, 20, 30 jaren, ontwikkeling voor Suriname gaat meebrengen. Wat hebben Suriname als ontwikkeling nodig? 5 buitenlandse bedrijven. 5 waar mensen productiewerk kunnen doen, inpakken, weet ik van allerlei zaken. Goedkoop, lage loon. Daar werken, is alle werkloosheidsproblematiek opgelost. Een paar goede bouwbedrijven die goedkoop materialen kunnen kopen. 3 in Nikeri, 5 in Paramaribo, een paar in Wanica, zo geregeld. Als je huis wil bouwen, ga je naar die. En geen malafide klootzakken die zeggen, ik werk met de waterleiding, ik kan huis bouwen. Nee, stop het ermee. De normen hoger zetten. Is dat zo moeilijk, mensen? Mini Chanel. Dan zitten wij tot 100 jaar, maar ik heb daar helemaal geen trek in. 100 jaar is lang, hoor. 100 jaar haal ik niet. Maar ik hoop mensen, de mensen die kijken, de mensen die zo meteen gaan kijken, mensen. Suriname is toe aan iets nieuws. Iets nieuws. Ik heb mensen bij de NDP, daar noem ik een paar namen op. Ik zeg, meneer Parmisser, grote bijdrage. Ashwin Adin, meneer Tsang. Meneer Bouva, mevrouw Ansadi, een heleboel mensen, boom, één partijtje. Bij de VHP, even nadenken. Nul, niemand. Bij de NPS, even kijken. We zouden Etnel kunnen nemen. Etnel heb je. Wie heb je bij de ABOP? Ik weet het niet. Bij de BEP, Ronnie Asabina. Als we al die mensen bij elkaar zetten... Als we al die mensen bij elkaar zetten nu en de regering probeert te vormen, die gaat strijden voor het land met, zonder bagage, zonder veroordeling, zonder bank te hebben overvallen, zonder mensen te hebben vermoord, zonder gronden hebben gestolen, zonder geld achterover gedrukt te hebben, zonder family and friends beleid te doen. We hebben zulke mensen nodig die ons land vooruit gaat helpen. En daar heb ik jullie bij nodig, want we gaan binnenkort propaganda voeren en daar heb ik jullie daarbij nodig. Dat je een ministerie krijgt die niet gaat stelen en die niet onder bepaalde VP staat of onder president. Onafhankelijke ministeries die zegt van kijk, dit is mijn budget voor dit jaar en ik ga zo werken. En geen president die daar van boven belt van Parwat moet de grond krijgen, geef hem die grond. Ze breek je armen en benen, schop je helemaal weg. En dat is nu het geval. Want Brunswijk, die weet donders goed wat in zijn ministerie gebeurt. Hij weet donders goed. Maar waarom grijpt hij niet in dan? De mensen die in de kerk zitten, meneer Hanumans, die zeggen tegen mij, jij kan mij niks maken. Onze voorzitter staat achter ons. Al die dievenbenden die zeggen, pleeg te hebben, staat Brunswijk erachter. Dat is wat zij zeggen. Brunswijk moet dit soort dingen ook weten. VP Brunswijk bedoel ik dan. VP Brunswijk moet ook weten dat jouw mensen in Nikeri, die zeggen van jij kan mij niks maken, want mijn voorzitter staat achter mij. Jullie hebben zoveel gronden gestolen, zoveel Hanumaans hebben gewoon hun percelen gekregen, zoveel family friends heb je grond gegeven en staat jouw voorzitter Brunswijk achter jou? Dan is Brunswijk zelf van laken en pak. Dan moet jij op donderen en dan moet Brunswijk ook op donderen meteen. Maar ik denk niet dat dat waar is. Jij durft dat te vertellen en Brunswijk rijdt niet in. Maar ja, mensen, ik zou zeggen, ik strijd voor Suriname, ik vind het leuk. In plaats van in mijn bed te gaan liggen, onder de deken te gekke dingen gaan doen, of tv-series kijken, ik blijf gewoon hier, ik wil met jullie zijn gewoon. Snap je? Ik wil gewoon met jullie zijn. En dat is het moment wat ik geniet met jullie nu, we spreken ook bepaalde zaken door. En ik zeg jullie moeten nu aandacht geven aan wat er gezegd wordt. Want als je zo door blijft gaan. Er is één simpel gezegde.
Als je altijd blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je ook altijd krijgen wat je altijd gekregen hebt. Dus, als je altijd maar blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je ook altijd krijgen wat je altijd gekregen hebt. Als dat goed is, is dat goed. Als dat puinhoop is, is dat puinhoop. Begrijpt u, mensen? Dus, dat was het programma, voor vandaag eigenlijk. Van mensen, kijk. Wij strijden voor Suriname. Er is iets in de maak, ik mag dat nog niet zeggen. En ik ga het niet zeggen, dat is aan de leiding. Zij mogen dat zelf zeggen. Waarbij, ik beloof jullie, sociale projecten zoals opzetten van een sportcentrum, opzetten van basisgoederenwinkels, dat zal vanzelfsprekend zijn. Plaatsen zoals ontspanningsplaatsen, ontmoetingsplaatsen, zo vanzelfsprekend zijn. Als je 300 meter asfalt hebt gezet, dan kom je niet met de hele caravan daar. Dat zijn normale zaken, infrastructuur, goede economie, werkgelegenheid, dat zullen vanzelfsprekend zijn. Er is geen grootheid dat je spookambtenaren gaan opgedonderd worden als ik aan de macht kom. Eruit, klaar naar huis. Al zijn het vrienden van mij, maar weg. We zijn bezig met ontwikkeling. Het IMF heeft ook gezegd van ja, je hebt te veel spookambtenaren. Maar dat scheidt aan deze mensen, die interesseren niks. Nee. Sinds het aantreden van deze mannen zijn er 8000 ambtenaren bijgekomen. Dat hebben ze jou niet gezegd. Mevrouw Anita Jorks, ik zou u graag verzoeken om dit programma even te delen in andere groepen. Want ik mag niet meer. Ze hebben mij geblokkeerd. Inder, Achever, als je wilt kan je gewoon dit delen in andere groepen. Want zodat meer mensen kunnen kijken. Want gedupeerde mensen zitten overal. En ik ben niet bevriend met iedereen. Dus niet iedereen kan naar mij kijken. Johnny met een naam en de VHP-bende die heeft ervoor gezorgd dat ik geblokkeerd ben. Dus ik kan even niks. Niet iedere VHP'er is een boef. Laten we daarmee beginnen. Maar er zijn enkele die denken gewoon, en die zitten in Nederland dan. En die zitten in Nederland. En soms begrijp ik de haat tegen Nederlanders, maar dat komt door dit soort malefiede klootzakken. Dat is vandaag een Nederlands haat worden. Maar Suriname kan niet zonder Nederland. Dat bedoel ik de diaspora, hè? De diaspora. Wij kunnen niet zonder Suriname, en Suriname kan niet zonder ons. Want er is een exchange. We krijgen Maya, Awara en al die dingen uit Suriname. En wij sturen ook spullen uit, boodschappen uit Nederland. We sturen geld voor huizen te bouwen, voor school te betalen, voor de bus te betalen. Dus dit soort dingen doen wij. Dit is een verstandhouding die altijd moet blijven. Maar deze regering, deze president heeft dat kapot geslagen. Deze regering heeft die band die wij vroeger hadden, heeft die kapot geslagen voor eigen belang. Want nu mogen Nederlanders niet meer bemoeien. Want die massa Nederlanders die zouden investeren daar, waar zijn die dan? Die zijn bang geworden. Die zijn bang geworden voor deze man. Van hij zit alleen maar zijn vrienden en familie in. Als je iets wil, als je fabriek wil opzetten, dan komt er een commissie. En wie zit in de commissie? Diezelfde mensen die in de eerste commissie zaten, die zitten ook in die laatste duizendste commissie zitten ze ook. Dus wie houdt wie voor de gek? Maar ja, ik zeg nogmaals, ik heb toch ongeveer het gevoel dat God Suriname verlaten heeft. We gaan weer bidden. Bhajan zingen. En yogya houden. We mediteren dat God weer terug is naar Suriname. En toch naar het Surinaamse volk luisteren. Want als het omgaat dat een kind die nu in Nigeria woont. Die om 2:00 middags tegen de moeder zegt. Maar mama, ik wil een broodje pindakaas eten met sof. Met een beetje cola. Dat moet kunnen. Want mijn kinderen kunnen dat hier wel. En alle kinderen die in Nederland wonen, die kunnen het wel. En die ouders in Suriname werken net zo hard als wij werken. 8 uur per dag. We werken hier ook 8 uur per dag. En dan gaat het niet om dat wij hier euro's verdienen en dat daar niet. Maakt niet uit. Wij verdienen hier euro's en dan is pasta gewoon hier 6 euro per flesje. In Suriname verdienen ze 200 euro per maand. Is pasta 8 euro. Hoe kan dat? Hier kost een flesje zonnebloemolie van een liter ongeveer 1,60 euro. Wij verdienen hier euro's. In Suriname kost het ongeveer 2 euro. En dan verdienen ze SFD's. Rara, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Doe maar. Ja. En zo even iets drinken. Verse sinaasappelsap uit Spanje. Dus begrijpen wij dat mensen?
In Nederland verdienen wij euro's. Dat kost een potje pasta. Een grote potje, niet te klein, niet kleintje, maar een grote. 6 euro bij de Lidl. In Suriname verdienen ze gewoon SRD's. En dan kost die pasta 8 euro. Hoe kan dat nou? Wat is de regering mee bezig dan? Snap je dat ook niet? Dan ga je toch een leverancier zoeken. Hè? Dat je op zijn minst gewoon de helft van de prijs. Hier verdient gemiddeld iemand 3000 euro. Daar 2000 of 200 euro. Is 15 keer meer. Had die prijs daar 15 keer minder moeten wezen? Naar mijn gezond idee. Had pasta daar misschien 50 cent moeten kosten. Gezien de verdiencapaciteit, verdienhoeveelheid. Of ben ik gek? Hier. Oké, okay, 2,49. Ja, oké, okay, prima. Maar wij kunnen ook voor 1,60 en zo. Ja, je praat over Albert Heijn. We praten over Lidl, mensen. We zijn arm. We moeten goedkoop inkopen. Je bent rijk. Meneer? Anne M. Barclay. Maar dat maakt niet uit, mevrouw Barclay, of meneer. Het gaat erom, jij verdient hier misschien 2000 euro, 2500 euro. Jij kan het betalen. Maar die mensen die daar in Suriname wonen, die betalen ook 2,49. Maar die verdienen maar 200 euro per maand. Is dat rechtvaardig? Nee, toch? Dan zou je toch als regering moeten kijken van mensen, waar gaan wij, waar is die scheefgroei? Als ik nu praat over de inkomsten. Een timmerman verdient ongeveer 1500 SRD per dag in Suriname. In Paramaribo wel. Tenminste, dat eisen ze. 1500 SRD per dag is keer 6 is 9000 SRD. Dan zeg maar, je werkt per maand 4 weken. 9 keer 4 is 36.000 SRD per maand. Een bouwvakker verdient dat. Ik zou zeggen tegen die spookambtenaren, ga allemaal bij de overheid weg. Word timmerman. 35, zeg maar zeker 30.000 SRD per maand. Daar waar een leerkracht 200 euro is, is nu ongeveer, de koers zakt alweer, dus het is allemaal niks waard meer. Zeg maar een 7.000, zeg maar 7.500 SRD per maand. En bij de Turk is het 1,15 per fles. Oké, okay, geweldig. Mevrouw Jamai. Dus, mensen, wanwaar die scheefgroei, man? Als nu een leerkracht lesgeeft op school, ja, dan verdient u 8000 SRD per maand. Laten we het zo zeggen. 8000 SRD. Die timmerman, die kost 9000 per week. Eén timmerman. Kost 9000 per week. Van waar moet die leerkracht iets laten bouwen voor zichzelf? Moet die lening gaan aanvragen? 60% rente? Mensen? Mensen? 9000 SRD voor de timmerman. Tenminste in Paramaribo. Een keer is dat iets lager zitten. We praten over het toppunt. Nikeri kost een timmerman, ik weet niet wat het kost, maar ik geef maar een getal voor Paramaribo, weet ik het wel. 1500 SRD per dag moeten zijn, 1500. Niet 15 SRD, maar 1500 SRD per dag, keer 6 is dan ongeveer 9000. En een leerkracht of een ambtenaar of een politieagent, die jongens verdienen ongeveer 8000. Dus hoe kan die man iets voor zichzelf laten bouwen door zo'n timmerman? Dan krijg je zo'n malefiede figuur die niet zijn hamer kan vasthouden. Die kost dan 5000 per week. Nou, die maakt een puinhoop. Die maakt meer kapot dan dat er gebouwd wordt. Dus dit is mensen stof waar wij over moeten praten. En de politieke partij. Ik ken die jongens toevallig, dus daarom kan ik het zeggen. Ik mag de naam niet verklappen, want dan gaan ze allemaal zelf doen. Dat is hun eigen introductie. Maar ik zeg, ze zijn bezig. En als je ziet, als we die jaren vanaf 75 nu... Als we de kwestie Suriname bekijken vanaf 1975 tot en met heden, dan weten we gewoon van dat al die oude bokken die nu geregeerd hebben, Bouters heeft geprobeerd te verjongen, maar ja, is tegengewerkt. We
We zouden met de derde termijn van Boutersen met heel veel jongeren gaan starten. Maar goed, op mysterieuze wijze heeft deze regering gewonnen. Dus dat is weer niet doorgezet. Hoeveel jongeren heeft deze regering ingezet? Als we even mogen weten. Welke minister is er nog van... waarvan je zegt van, nou, deze minister is echt kersvers. Meneer Agubar Singh, over de 100 al. Meneer Sjoerdien, ook over de 100. Die twee toevallig weet ik. Hè? Hoe ver moet gaan? Dus deze nieuwe politieke partij, ze gaan zichzelf introduceren. Ik mag dat niet doen, ik wil het ook niet eens. Maar ik zeg dat we bezig zijn. En daarbij hebben we dan jongeren. We gaan een jongerenpartij oprichten. Waar jongeren centraal staan. Sportcentra, medische ruimte, scholingsmogelijkheden, onderhoud van scholen. Als we praten over de schoolgebouwen, alsjeblieft man. Ik ben gaan kijken in die keer, die Paramaribo niet. Dak valt in elkaar. Plafond is er niet eens meer. Gaas voor het raam is ook niet meer. Hoe is dat? Sommige leerlingen moeten van thuis stoelen en tafels meenemen. Ja. Nou goed. In ziekenhuizen moet je al je eigen bedden goed meenemen. Je eigen medicatie, je eigen eten. Dan vraag ik me gewoon toch af, wat moet je in het ziekenhuis doen? En die artsen die jou niks interesseren. Want al die betere artsen zijn al vertrokken. Die verpleegkundigen, ik ken ook een heleboel. Die al in Nederland zitten. Of in Guyana zijn, of in Curaçao. Of Haiti, of weet ik veel waartoe zijn gegaan. Of Amerika. Er blijft die puinhoop over en die maken er een bende van. Nou goed. Mensen... Het is nu al, even kijken, wat is tijd? 10 voor 1. We gaan tot 1 uur gaan doorpraten. Daarna wil ik ook slapen. Iets eten misschien. Ik weet ook niet. Dus, het verhaal van vandaag was die grondroofzaken. En het enige wat ik jullie kan zeggen is, mensen, tijdens deze regering gaat er niks veranderen. Brunswijk weet donders goed dat in zijn ministerie gestolen wordt, bedonderd wordt. Maar hij gaat niet ingrijpen. President Santokki geeft een grote bek. We gaan het ministerie terugtrekken, dat durven ze niet, dat kunnen ze niet. Dan krijgen ze een probleem met de regering en dat soort dingen. Gaat Brunswijk hun keel dichtknijpen, daar is hij ook bang voor. Dus met al is het gewoon een puinhoop. Een dikke puinhoop hier in Suriname. Gaat nooit veranderen, totdat er een bom van boven komt of zo. Of God gaat ingrijpen, waar ik weinig kans voor geef. Meneer Mukesh Ambika, drummer van beroep. Goeiedag. Maar, het verhaal is namelijk zo, Marina Meubelman, goeiedag mevrouw. Het verhaal is, wij moeten deze puinhoop oplossen en het kan alleen maar door deze regering naar huis te sturen. En dan alles weer opnieuw uitvinden. En één ding is ook zo, we moeten niet het volk onderschatten. Als deze regering denkt van ja, wij doen wat wij willen, niemand gaat ons lastigvallen, dan zou ik zeggen van, regering... Je moet wel rekening met het volk houden. Want het is hetzelfde volk die straks gaat stemmen. Het is hetzelfde volk voor wie jij strijdt. En de mensen in het buitenland kijken echt naar jou. Ze kijken echt naar jou. En ik zou zeggen, mensen, we moeten toch een keer echt mee stoppen. Anders blijf ik hier tot morgenochtend met jullie. Even kijken. Even kijken. Checken. Ja. Dus zodoende mensen. Ik zou zeggen. Heb uw naaste lief. Probeer gewoon iets van te maken. En de nieuwe regering die komt pas over 15, 16 maanden. Als de jongens verkiezing laten doorgaan. Er zijn ook hele rare dingen van plan. Volgende week krijgen we echt een heftige week. En de komende weken worden hele heftige weken voor ons. Voor Suriname en Surinamers. De mensen beramen iets. Ik ga niet zeggen wat. Al weet ik het al, maar ik ga niet zeggen wat het is. Maar goed, als je om problemen vraagt, dan komt die problemen echt naar je toe. Dus maak je niet zo druk om. Ik zou zeggen, mensen, we gaan er nu mee stoppen. Ik hoop dat ik jullie voldoende heb geïnformeerd. Want het gaat om die grondzaken. Pas als je eigen grond bent kwijtgeraakt, dan pas ga je voelen. Wat praat die meneer over? Waar staat hij ons te waarschuwen altijd van? Je weet dat je buurman met 12 percelen zit. Hoe kan dat nou? En in de grondwet staat echt mensen. Je mag alleen maar 1 perceel hebben. Al heb je een stichting opgericht, maakt niet uit. Je mag maar 1 perceel hebben. Dat heeft Boutersen persoonlijk tegen mij gezegd. Toen hij president was. Hij zei, meneer Raaj, u krijgt alleen maar 1 perceel. En we hebben perceel gekregen waar wij op wonen. Dat is al
100 jaar van ons, we hebben beschikking van gekregen door, via meneer Boutersen. Persoonlijk, toen had hij de president, hoe dat, toen had hij die minister weggeschopt omdat hij liep te stelen en zo. Zo'n durf had die president wel, Boutersen. Hij durfde mensen op te laten donderen die aan het bedonderen waren. Deze doet dat niet. Deze is een angsthaas. Die denkt alleen aan zichzelf en het volk kan gewoon stikken. Geen enkel minister is vervangen in deze periode. Terwijl Boutersen had al lang gezegd van jongen, je functioneert niet. Op donder even aan. We zoeken nu op. Dat was het beleid van Boutersen. En nu hebben jullie Boutersen in de vallen gelokt. Hij heeft wel een veroordeling. Wie weet wat volgende week gaat gebeuren. We weten allemaal niet. Dus, mensen, wees zuinig op jezelf. En we zien elkaar weer. Tot de volgende keer.